Niels, blijf in je eigen bed en laat Sarah met rust. Ja, schatbaas. Mama komt al met Num-Num. Mama komt. Ja, Jeroen, hier ben ik al met je Num-Num. Schudding natuurlijk, om op zichzelf te willen zijn. En dat vinden we prima, hoor. Ja. Ja. En toen, toen kwam dat telefoontje 10 minuten geleden. Telefoontje? Ja, Betty nam het aan. Dat is mijn man. Het kwam vanuit een hotel uit Middelburg. En Berry zei nog, hé, zei hij, dat is vreemd. Ik ken niemand uit Middelburg. En toen werd hij doorverbonden. En toen was het jouw man. Harry? Harry, meneer Komen. Ja, en wat wou hij? Ja, hij wou jou. Hij probeert jou dagenlang te bellen. Had zelfs de storingsdienst erbij gehaald, maar die werd niet opgenomen. Oh, ja, dat kan. Heb je de telefoon dan niet horen overgaan? Oh, jawel. Maar ik let niet zo op gebel. Oh, nou ja, hij klonk erg ongerust, dus ik heb gezegd dat ik wel even langs zou gaan. Ik heb hier het telefoonnummer voor het geval dat... Wat is er? Voel je niet goed? Oh, nee, ik luisterde. Ik dacht dat ik Niels hoorde. Oh, is dat de baby? Nee. Oh, sorry, ik ben heel onbeleefd. Ja, het komt gewoon, ik heb al dagen niemand meer gesproken. Oh, ja. Mijn man is heel veel weg.
Ja, geeft niks hoor. Ik begrijp het volkomen. Maar wil je misschien nog dat telefoonnummer? Wat? Dat telefoonnummer van je man uit Middelburg. Wil je dat nog hebben? Hij zei dat hij in het hotel zou blijven. Nee. Oh. Ja, als hij mij iets te melden heeft, dan doet hij dat maar recht in mijn gezicht en anders niet. Oh, nou ja, in elk geval ligt hier het nummer voor het geval dat... Wil je misschien iets drinken? Oh, ja, een beetje vroeg misschien. 8:30? Ach, waarom ook niet? Een halfje dan. Chocomel of prik? Chocomel of prik? Ja, je mag ook melk. Oh, ja, ik snap het al. Ik dacht dat je... Nou, ik heb niet de hele avond de tijd. Wat wordt het? Chocomel of prik? Heb je misschien ook koffie? Nee. Oh. Dat is hartstikke slecht voor je. Daar slaap je heel slecht van. Oh. Ik haal van jou chocomel. Oh, blijf zitten, hè? Niet gaan rondrollen. Nee. Zo moeilijk en dan niet. Nee. Oh, dag. Goedenavond. Is mijn man Barry, is het niet? Nou, vind ik een hele mooie naam, Barry. Ga even zitten. Zit. Rosemarie, heb je je chocomel gevonden? Ja, dank je. Chocomel? Ja. Waarom drink jij dat in hemelsnaam? Omdat ik het lekker vind. En ik heb hier ook hele lekkere chocoladedingetjes. Ik zet het hier neer, maar niet achter elkaar opschrokken, hè? Ik hoop dat ik jullie kan vertrouwen. Lekker. Zo. Nou. Zeg, hoe gaat het eigenlijk met je... Nou, dan ben ik even hier naam. Lucy was het? Mevrouw Komen. Oh ja, hoe gaat het met u, mevrouw Komen? Uitstekend, Barry. Dank je, wat ontzettend lief dat je me maar informeert. Hoe is het met meneer Komen? Heel goed. De laatste keer dat ik hem zag. Rosemarie, schat, probeer eens niet zo te sleuren, wil je? Zat hier met me. Uw man is nogal veel weg vanwege zijn betrekking, is het niet? Ja. Nou, dat zal hij ook vast heel anders willen zien, kan ik me zo voorstellen. Dat u veel vaker thuis zou willen zijn. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Nou ja, we zijn nu allemaal hetzelfde. Neem mij nou. Neem mij nou. Elke avond klokslag, 6:00, sta ik weer buiten de stoep. Ja, dat wil ze zo graag. Ja. En wie ben ik dan, hè? Nee. Eigenlijk benijd ik die man van u wel. Die zegt, die ziet nog eens wat van de wereld, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is eigenlijk ook veel natuurlijker als ik er zo over nadenk. Voor de man dan. Dat is vanuit de oude grijze oudheid al, zeg maar. Weet je, dan bleef de vrouw, bleef dan thuis in het hol. En dan ging de jaartjesman ging erop uit naar eigen believen, zeg maar. Alhoewel. Kijk, oorspronkelijk was het natuurlijk zo, hè, dat ze erop uit gingen om te jagen naar voedsel, hè. Ja. Tegenwoordig is het wel een heel tikje ander wild, hè. Nou, Perry. Maar dat is toch zo, vandaag de dag. Het is toch een heel ander stuk wild. Stel je eens niet zo aan. Oh. Neem niet kwalijk. Het is heel lekker chocomel. Vol eiwitten. Daar blijf je fit van. Ja. Maar, sorry. Ik ging misschien dat je een beetje te ver net, maar ik had het er laatst met Rosie over. Een man, die mag je niet kooien. Als je hem kooit, ben ik kwijt. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat geldt ook voor een vrouw. Ja, heel goed. Ja. Wat nou heel goed? Nou, je hebt het thuis van je zin erin.
dus, hè? Jij bent de vrouw, jij bent thuis in zin, ik ben de man. Ik moet erop uit. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Jij gaat er nooit uit of ik moet je eruit schoppen. Wat bedoel je daar nou weer mee? Ik ben een hele lieve lange dag ben ik eruit. Ja, omdat je moet. Als jij niet hoeft, hè? Nou, dan ging jij niet. Als jij niet hoeft, dan sta je op, dan ga je zitten, televisie kijken en weer naar bed. Ik moet mijn eigen ontspannen. Jij ontspant je altijd. Je moet mijn ontspanning niet meer schudden, hè? Dat doe ik ook niet. Dat doe je wel. Niet kibbelen. Ik wil geen gekibbel in huis. Sorry. Wil jij soms ook een glaasje chocomel, Betty? Hè? Is dat het? Nee, ik lust niet dat soort drankjes. Nee, ik neem nog wel zo'n biertje. Oh, hoeveelste is dat? Dat is pas mijn tweede. Nou, vooruit dan. Maar meer niet. Jij moet wat drinken. Een jonge plant moet vocht hebben. Nou, ik haal voor jou een glas melk. Nee, geen melk. Blijf zitten. Niet gaan rondrollen met je koekje, daar heb ik overal die kruimels. Ga maar zitten. Je hebt wel gelijk, hoor. Denk ik toch? Dat mensen spoort niemand. Misschien is het daar wel zo eigenaardig. Hoezo? Nou, omdat hij bijna bij hem is weggegaan. Ach, klets. Trouwens, jij moet ook niet zoveel onzin uitkramen, jij. Nou, hoezo? Nou, al het gezwets over dat ik nooit het huis uit zou gaan. Dat is toch zeker zo? Dat is helemaal niet zo. Zo trekt ze denk zijn dat ik zo'n lamloel ben die nooit uitvreet. Nou, ik zei alleen maar... Ja, al zou het zo zijn. Dan heb je nog het recht niet moeten zeggen anderen bij zijn. Nou, Barry, je moet niet zo gauw op je teentjes getrapt zijn, hoor. Ik schijn tegenwoordig trouwens nooit meer iets goeds te kunnen doen. Nee. Nee. Dat je zo ver. Nee, eigenlijk niet, nee. Je zit altijd spijkers op lang water. Maar kijk je toch de laatste tijd? Je hebt een rottebeur vanaf dat je wakker wordt totdat je weer naar bed toe gaat. Heb jij het over? Over dat altijd en eeuwige gezeik. Houd of je bek, man. Je bent een verschrikkelijke munt in leven, weet je dat? Je bek zeggen! Zou het toch heerlijk zijn als je af en toe eens even weg. Zomaar eventjes. Wat zou dat fijn zijn? Maakt me niet lekker, hè? Als jij maar weet hè, dat ik als een uur naar snak om weg te gaan. Als dat zou kunnen. Denk je aan werken? Voor mij is het een plek om elke avond die koffie aan te kijken. Maar nu zit ik weer nog een koekje te vreten. Nou, vergeet het maar. Dat was voor mij, als je dat maar weet. We gaan. Doe een beetje chocomel. Benny, hebben wij niet afgesproken dat jij zou blijven zitten? Sorry, maar we moeten echt gaan, hoor. En wat is er met Rosemarie aan de hand? Niks. Niks. Wat heb je met haar gedaan? Niks. Hier is je melk. Dank u. Je verdient het niet. Ach mens, ik wil hem niet eens. Niet zo vervelend. Ik lust geen melk. Ik ben niet van plan om met jou niet te gaan zitten bekvechten. Je moet het zelf weten, maar op deze manier word jij nooit een grote vent. Ja. Als jij een slappe tieners worden wil, dan moet je dat zelf maar weten. Maar kom je niet bij mij beklagen als je nagels en je tanden uitvallen. Zo. Rosie, nu jij. Hè? Moppie, kijk eens. Wil jij een lekker chocoladedingetje? Nee, dank u. Kijk eens, lekkere chocoladekoekiepoekies. Nee, echt niet, dank u wel. Rosie, kom je nou mee, ja of nee? Nou, hè? Wees een grote meid. Je snuit je neus eventjes. Kijk eens. En je neemt lekker een... Oh, je hebt je chocomel al op. Dat heb je ook snel gedaan, zeg. Heb ik niet gedaan, dat heb hij gedaan. Roosje, kom op, er is wat op tv wat ik zie. Heb jij haar chocomel opgedronken? Kom nou. Heb jij Rosemarie chocomel opgedronken, ja of nee? Ja, en goedenavond, de mazzels. Jongen, dat misselijk, zeg. Maar dan domweg alles wat hij hebben wil. Goh, wat misselijk. Wie kent het niet over om het eerst te vragen? Nou, ik ben weg. Meneer, jij gaat eerst je excuses aanbieden aan Rosemarie. Goedenavond. Heb het hart niet om hier terug te komen voordat jij van plan bent om je excuses aan te bieden. Nou, maak je niet druk hoor. Hier komt thuis wel weer terug. Dat is de manier om hem aan te pakken. Hoezo? Zo zou ik vaker aangepakt moeten worden. Nou, weet je wat het is? Ik pik zulk gedrag niet. Van niemand. Ja, nou gaat u mokken. Dagen. Lekker laten mokken.
Daar trekken wij ons toch zeker niks van aan? Ja, nou ja. Soms kan ik het niet zo goed meer tegen. Dan komt hij s'avonds thuis. Ach, en dan gaat hij tegen me tekeer. Ach, stil maar. Oh. Sorry, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Nee, het geeft helemaal niks. Stil maar. Spijt me, kan het tegen jou. Oh, maar kijk eens wie er naar jou kijkt. Wie dan? Meneer Poedel. Meneer Poedel kijkt naar jou, hoor. En jij wil toch niet dat meneer Poedel jou ziet huilen, hè? Willen wij een roosje zien huilen, meneer Poedel? Nee, hij zegt nee. Doe maar lachen, Roosie. Ja. Ja. Doe maar lief lachen. Een lief lachen. Komt er een lief lachen? Ja. Zo is het beter, hè? Ik kan er niet in. De deur is me op slot gevallen. Kom jij je excuses aanbieden? Heb jij de sleutel van mij, Roos? Ja. Nou, geen erop. Eerst excuses aanbieden. Ja, maar luister eens, ik bied aan me niets meer, niemand met excuses. Ik wil gewoon mijn sleutel van mijn eigen huis. Ja, begrijp je? Nou, kom op met die sleutel. Denk erom dat jij die sleutel niet geeft, Roosemarie. Wat krijgen we nou? Nou, wat? Ik vind dat hij zijn excuus heeft aangeboden. Roosie, kom op met die sleutels. Nee, Roosemarie. Ik neem ze. Geef maar hier. Roosie? Rosemarie! Rosemarie, geef hem weer die sleutels aan mij! Zou ik misschien alsjeblieft de sleutels van mijn eigen voordeur mogen? Natuurlijk, als je excuses hebt aangeboden aan Rosemarie. Ik heb al gezegd, ik bied hem niemand met excuses aan! Dan krijg je ook geen sleutel. Moet je nou eens goed luisteren. Ik heb morgen een hele drukke dag werk voor de boeg. En ik heb hier echt geen tijd om een hele avond te staan bakkeleien met totaal mijn joggen uit de klauwen gewassen. Ja, maar Benny, ja, dus. Maak je geen zorgen. Hij probeert alleen maar indruk te maken. Krijg ik die sleutels nou ja of nee? Eerst excuses. Oké, ik moet die sleutels dus met geweld van jou afpakken. Ja, ik doe het niet graag hoor, maar je dwingt me gewoon, hè u? Probeer maar, baasje, als je durft. Moet hij jouw handjes boven het graf uitgroeien? Nee. Jij zal nog eens wat beleven. Ik maak een grapje, hoor. Ik ook niet. Oh, kijk. Ja, dat... Sorry. Ik wil dat je haar aankijkt en het lief zegt. Spijt me heel erg, Roosie. Nou, met sleutels. Nou, ga je eerst zitten en je drinkt je melk op. Prima. Oh, ga dit eens. Zo is het klaar. Zo is het klaar. Bees! Ze steekt je tong uit. Ga zitten. Ze steekt. Thank you.
Ja, dat is niet. Oh, dat wel. Boom.